Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe video, een nieuwe update van hoe het met mij gaat en met onze kleine meid Elin. En ja, ze is inmiddels ruim 3 maanden. 3 maanden en 2 weken uit mijn hoofd. En het leek me leuk om weer een beetje te vertellen hoe het met ons gaat. Het gaat beter, gelukkig. Dat is heel fijn. Voor wie mijn vorige video's niet heeft gezien of die mij niet kent, ik ben Karine van Blondie Beauty Fashion. En ik heb een dochtertje, Elin, en ik heb een zoontje, Niels. En mijn zoontje is nu bijna 3. En nou, mijn dochtertje 3 maanden en 2 weken, zoals ik al zei. En ik vertel af en toe altijd hoe het met mij gaat en met haar ontwikkelingen. En ik heb de hele zwangerschap gefilmd, zoals je het wil zien. Nou, hoe dat allemaal ging, moet je vooral even mijn filmpjes kijken. Voor wie dus mijn eerdere video's niet heeft gezien, Elin had nogal een pittige eerste tijd. En wij daarmee ook, want ze huilde ongelooflijk veel. Vervolgens werd dat beter en toen gingen ze afvallen, aankomen. Nou, de laatste update vertelde ik al dat we bij de arts waren geweest. Dat die eigenlijk al gezegd, nou jongens, er is niks aan de hand met jullie kleine prinses. Dus daar waren wij super blij mee. En eigenlijk sindsdien hebben we er niet meer gewogen. Dat wil zeggen, ik ben nog 1 keer naar het consultatiebureau gegaan. Dat ik had afgesproken dat ik even langs zou komen om weer te wegen. En om even te vertellen hoe het bij de arts ging. Nou, dat heb ik gedaan. Toen was ze iets aangekomen. Niet heel veel, maar gewoon prima. En ik had het ook met Sven afgesproken. Daar laten we het gewoon even bij. Want het is iedere keer ook, weet je, zo'n moment. Je moet er weer heen. Het is stress voor haar. Het is stress, want je moet er weer wegen. Voor ons, zeg maar, van is ze aangekomen, afvallen. En wat moet je ermee? We kregen iedere keer andere adviezen over hoe daar dan mee om te gaan. Qua voeding en dingen. Dus we dachten, rust in de tent. De arts heeft gezegd, er is niks aan de hand. Daar laten we het nu gewoon bij en we zien het wel. Ze gaat heus wel op een gegeven moment aankomen. Ik moet zeggen dat ze sindsdien ook een stuk beter eet. Waar dat precies aan ligt, weet ik niet. Want ze is nog steeds verkouden en hoesten. We twijfelen ook of we daar niet een keer meer naar de dokter moeten. Maar ik weet dat we dat ooit een keer met Niels hebben gedaan. Dat hij echt zoiets was, ja, god, die baby's zijn heel wat verkouden. Maar ja, soms probeert ze slijm om te hoesten, maar dat lukt al niet. En dan blijft ze er bijna in. Dat weet ik nog niet. Maar in ieder geval, ze blijft wel verkouden. Dus drinken gaat niet altijd even makkelijk. Wat we nu vaak doen, is we hebben Difrax flessen. We hebben allerlei flessen geprobeerd. Maar Difrax werkt toch wel het beste. En wat we dan vaak doen, is dan noemen we de L-speen aan het begin. Dus zeg maar de eerste 100 cc met L. Dan gaan we er verscholen en dan gaan we daardoor naar de M. Want dan is ze wat moeier, dan kan ze wat minder snel drinken. Als namelijk de hele tijd de M-speen doet, dan is ze eigenlijk alweer klaar met drinken. Dat is alweer te veel afgeleid door het leven. Ook al zit ik gewoon in stilte alleen met haar in een kamer, dan is ze toch te veel afgeleid om nog goed te drinken. En dat vind ik eigenlijk best wel aardig werken. Dus dan noemen we soms gaat die L te snel en dan noemen we hem niet, dan noemen we meteen de M. Maar als ze hem wel aan kan, dan beginnen we met de L en gaan we daarna over naar de M-speen. En ik geef nog 2 keer per dag borstvoeding. 1 keer 's ochtends, 1 keer 's avonds. Mijn productie was dusdanig laag, aan lager wal geraakt. Doordat zij gewoon niet dronk. Om dat weer op gang te krijgen. Terwijl ik ook op een gegeven moment gewoon weer aan het werk moet. En ik gewoon graag wilde weten wat ze precies binnenkreeg. En dat natuurlijk niet kon zien als ik borstvoeding gaf. Dus dan zou ik eerst nog moeten kolven. Nou, hebben we uiteindelijk besloten. En dat blijf ik altijd een beetje lastig vinden. Maar in ieder geval om de borstvoeding flink af te bouwen. Nu geef ik 's ochtends en 's avonds. En dat is voor ons allebei prima. Zij heeft nog lekker de knussenmomentje aan mama's borst. En vindt dat heel fijn. Zeker voor het slapen gaan. En het is ook grappig. Want je ziet ook dat ze echt anders hapt op die moment. Het lijkt wel alsof ze weet van, oh, dan krijg ik de borst. En de rest van de dag krijg ik de flessen. Dat is heel grappig. Ik had ontzettend veel gekolfd. Dus ik heb nog heel lang haar gewoon gekolfde melk in de fles gegeven. En dat is nu ook een beetje aan het eind van de voorraad gekomen. Maar ja, dus of dat iets heeft geholpen. Ze drinkt daardoor in ieder geval een stuk beter de flessen. Dus de fles met 180, dus dat is eigenlijk wel 200. Dus als je 180 water doet, dan doe je nog de scheppen poeder. Dan kom je vaak uit op een fles van 200. Daar drinkt ze meestal rond de 150 van. Soms 100, soms 200. Maar in ieder geval drinkt ze daar, naar mijn idee, genoeg van. Ik heb ook het gevoel dat ze zwaarder wordt. Haar hoofdje lijkt iets voller te worden.
Ik heb het gevoel dat ze iets meer beenspek krijgt. Verder is het allemaal nog hartstikke dun. Maar lekker slank, zullen we maar zeggen. Ja, dus ik heb wel het gevoel dat het beter gaat. Volgende week moeten we weer naar het consultatiebureau. En ja, dan gaan we er weer wegen. En dan zien we ja, hoe het ervoor staat. Want ik ben heel benieuwd. Het geeft ons in ieder geval een stuk rust om daar niet de hele tijd mee bezig te zijn. En natuurlijk heeft ze nog dagen dat ze veel huilt. Het is gewoon een baby. Als ik Oei Groei mag geloven, zit ze in een hele grote sprong op dit moment. Ik moet zeggen dat de ene dag ben ik daar heilig van overtuigd. En de andere dag denk ik, nou, dat valt allemaal reus mee. Maar je ziet haar in ieder geval nog steeds wel flink ontwikkelen. Dat is heel leuk. Ze zit, is ook echt af en toe aan het giechelen. Sorry voor mijn telefoon, die ligt even iets te ver. En soms is ik in dagverblijf. Dus Niels was vanmorgen heel hard gevallen. Dus ik wil een beetje het geluid aanlaten. Want als ik weet als ik het nu uitzet voor het filmen, dat ik het vergeet daarna weer aan te zetten. En ja, als ze bellen dat het toch niet goed met hem gaat, wil ik gewoon kunnen opnemen. Dat geldt er zijn. Maar, waar was ik gebleven? Ja, dus soms maakt ze ook grapjes, heb ik het gevoel. Weet je, dan doe ik iets, dan doet zij iets en dan moet ik daarom lachen. En dan doet ze het nog een keer en nog een keer. Nou, dat vindt ze heel erg komisch. Ik had gisteren ook zo'n momentje. Ik had haar op een kleedje gelegd en ik was met haar een beetje aan het spelen. Ik was heel het kusjes in de nek aan het geven en dan ging ze. En op een gegeven moment ging ze kussen. Helemaal giebel. Ik kan het niet nadoen. Als ik het doe, klinkt het verschrikkelijk. Maar het klonk echt heel schattig. En ook als ik zeg maar zo met mijn haar zo over ogen. Maar ze blijft dan altijd wel lachen. Het is echt een. Op de dag dat ze niet helpt, is echt een mega, mega lachen, Becky. Dus dat is echt heel leuk. En ja, ik zei het volgens mij vorige video ook al. Maar dat ik er nu, als ze wakker wordt, dat ik er met een grote big smile uit haar bed haal. Dat vind ik echt priceless. Het leek me leuk om ook wel een beetje te laten zien waar zij nou graag mee speelt. Want ik weet dat ik dat zelf best wel ingewikkeld vond. Zeker omdat ik haar wel redelijk laag in de prikkels probeer te houden. Omdat ze zelf al zo mega alert is. En nog steeds hoor. Ik bedoel, ze nog steeds hebben wel heel erg dit. Dus ik probeer dat wel een beetje. Maar ja, weet je, ze wil ook wat doen. Wat ze heel fijn vindt is een hydrofiele doek. Daar heb ik er dus eentje genomen met iets meer print. Maar dit vindt ze dus heerlijk. Je zit ze als een soort Dr. Evil. Zit ze in dat doekje zo. Plannetjes te beramen. Maar dit vindt ze heel fijn. Ik had iedere keer als ik haar bij het kinderdagverblijf ophaalde, zat ze zeg maar zo in een stoeltje. Met zo'n doekje. Dus ik denk, nou ja, probeer het thuis ook eens. Ik vind het heel fijn. Deze heb ik volgens mij vorige keer ook laten zien. Dit is een vogel van Tommy Lamaze. Tommy.com. Die kan je ergens aanhangen, maar eigenlijk geef ik hem altijd gewoon los in de hand. Zoals je hoort, zet er een balletje in. En een knisper en een spiegel. Nou, één groot feest. En als je aan de, als je hier aan trekt en je tikt tegen de benen, dan gaat hij heel leuk doen. Ja, je denkt, jeetje, wat een ellende dit apparaat. Ik heb het van mijn nicht gekregen, want ze zei dat het bij haar zoontje een hit was. Nou, en dat is het bij Elin zeker ook. Zeker die ogen zitten helemaal zo te kijken. Dus die. Laatst kreeg ik een knisperboekje. En dat vind ik ook sowieso een hele leuke tip als kraamcadeautje voor een tweede kindje. Ik heb dat toevallig ook aan mijn nicht gegeven, volgens mij zelfs dit boek. Of dit boekje. Maar ik kreeg dit van collega's. En het is gewoon heel fijn, want ja, deze boekjes zijn zeg maar voor een tweede kind redelijk afgekweld en is ook niet iets wat je echt heel erg lekker in de was stopt, denk ik. Ik heb geen idee trouwens, maar laten we zeggen, dat lijkt me geen goed idee. En ja, nu heeft zij gewoon een vers knisperboekje. Knisperend vers boekje. Vindt ze ook heel leuk, vooral de panda is haar persoonlijk favoriet. En deze rammelaar, daar kreeg ik laatst al vragen over. Nou, ik heb echt eindeloos gezocht om dit te vinden. Ik heb in mijn vorige update, was het een vlog? Nee, in een vlog heb ik de link naar dit ding, waar het enige waar ik hem kon vinden, zeg maar, heb ik erop gezet. Maar ik ben natuurlijk nu alweer vergeten, dus ik zal proberen die link hier ook nog even onder te zetten. Maar dit is een rammelaar, maar dan met een soort touwen. Ik heb touwen, een soort plastic, ja, slangetjes, dingetjes. We hebben dit gekregen, maar dit is echt een heel, dit vindt ze heel leuk. Dit kan ze natuurlijk makkelijk vasthouden op allerlei manieren. En zacht voor het oog kleurtjes vind ik ook heel fijn. Maar ja, ze vindt het wel leuk en ze probeert het hele ding ook in haar mond te stoppen. Dus deze is wel een hit. En ook deze ringen. Ik wilde ze eigenlijk van Done by Dare, want daar hebben ze gewoon hele mooie, redelijk neutrale van. Maar ja, ik dacht voor een kind is natuurlijk kleur toch wel eigenlijk het leukst.
Dus toch wel voor de kleur gegaan. Deze zijn van prenatal. Dit vond ik nog het minst. Ja, dit zijn de schreeuwige kleuren. Maar zeg maar nog kleuren die ik dan nog een soort van mooi vind. soort van, hè? Dit vindt ze ook wel leuk. Dit zijn dus allemaal kleurtjes. Maar ze hebben ook allemaal verschillende structuren op die ringen zitten. Je kan ze aan elkaar maken, los. Je kan er van alles mee doen. Je kan het ook in de... Nou, je kan er ook mee goochelen. Je kan ze in de wagen hangen of aan de maxicosi of whatever. Maar je kan ze dus ook gewoon los gebruiken. Dus deze, dus dat zijn een paar speeltips die zij in ieder geval heel leuk vindt. Verder zit ik dus een beetje met kleding nog steeds dat ze heel lang en slank is. Bijvoorbeeld, ze heeft ook best wel een klein hoofdje en een smal nekkie. Dus ik zit nu een beetje ook met slaapzakken. Ze heeft er eentje, ik denk dat het maat 50, 56 is. Die is eigenlijk echt krap, misschien 56, 62. Het is 56, 62. Die is echt al een beetje krap bij haar lijf. Als het wil zeggen, dat ze past er eigenlijk gewoon niet meer in. Ze kan niet meer de benen strekken. Maar als ik dan naar de 68, 74 ga, ja, daar kan haar nek doorheen. En dat is, of haar hoofd doorheen, dat is ook niet te bedoelen. Dus ik ben een beetje in worsteling. Dus ik denk dat ik toch maar een groter ga doen. En dan het gat voor het hoofd wat smaller ga maken. Door gewoon een paar, paar steekjes te doen met de hand naaien, snap je? Want ja, ik weet het anders ook niet, maar ze heeft wel zeg maar voor de lichaam een grotere nodig. Wat ze trouwens ook heel leuk vindt is zo'n gym, maar dan alleen zo'n boog. En we hebben een hele, we hebben een keer eentje van iemand als tweedehandsje gekregen, een boog met een paar van die figuren. En een van die dingen, als je daar aan tikt, gaat die geluid maken. Nou, dat vindt ze portiefeest. Laten we er maar heel kort onder liggen, want dat lijkt ons voor onze licht alerte tante een beetje too much. Maar als je haar daar dus onder legt en je staat ergens anders in de kamer, hoor je dat dat liedje. Maar als je dan tegenaan tikt, dus hij begint met het liedje, maar daarna gaat hij dan, als je tegenaan tikt, gaat hij klotsend watergeluid maken. Ze hoort dan de hele tijd klotsend water. Ja, ze vindt het leuk. Maar het is wel heel leuk om te zien. We hebben trouwens ook een heel schattig winterjasje voor gekocht. Maar die heeft ze mee naar het kinderdagverblijf. Dus die kan ik niet laten zien. Maar ja, dat is eigenlijk... gaat het hartstikke goed met haar... met vlagen natuurlijk. Dat ze gewoon natuurlijk ook een huilend baby is. Dat is logisch. Maar de basis gaat goed. En daar zijn we eigenlijk heel blij mee. Maar we merken wel, en dat blijft een beetje... Dat heb ik aan het begin ook al steeds gezegd. Als wij de ochtend te veel doen... Dan is het de rest van de dag tot 11 uur is het gewoon bal. Dus we proberen dat heel erg te... Maar ja, het is niet altijd te doen. We proberen heel erg die ochtenden rustig voor haar te houden. Dat ze dan in ieder geval goed kan eten en slapen. En dan ben je eigenlijk gewoon oké voor de rest van de dag. Doe je dat niet, ben je het bokje. Soms proberen we het wel weer eens gewoon te kijken of het wel gaat. Maar dat is gewoon toch nog te veel. Alhoewel we gisteren een boswandeling hebben gemaakt 's ochtends. En dat gaat nog wel. Dat is nog wel redelijk ontspannen voor haar. Maar ze staat ook niet echt in de wagen. Ja, echt na pas na 3 kwartier, een uur kan ze een keer in slaap vallen in de wagen. Maar ja, tegen die tijd wil je wel weer een keer naar huis, zeg maar. Dus dat voor wat betreft Elin. En dan nog even over mij. Met mij gaat het steeds beter. Ik merk heel erg dat de stress nog in mijn lijf zit van die periode krijzen. Merk ik ook snel weer, zeg maar, mijn taxen snel bereikt. Ik ben ook nog echt, vind het heel lastig als Niels... Harry maakt bijvoorbeeld heel hard huilt. Het is namelijk een peuter die gewoon boos wordt als iets niet gaat zoals hij wil. Over het algemeen is het trouwens een schat hoor. Maar hij heeft echt wel zijn buien. En dat hoort ook helemaal erbij. En dat is prima. Maar ik merk dat ik dat dan heel lastig vind als ik dan heel erg moeite heb gedaan om haar bijvoorbeeld in slaap te krijgen. En hij gaat dan ineens huilen om echt werkelijk maar niks. Dan word ik echt een beetje luid. Dan probeer ik dat natuurlijk niet op hem te botvieren. Maar dat vind ik echt heel ingewikkeld. En dan merk ik gewoon dat ik daar best wel on-edge over ben. Gewoon dat... Ik denk alleen maar, ik moet nu slapen. Verder is hij trouwens echt het liefste broertje alle tijden hoor. Maar dit is meer naar ons toegericht. En dat heeft niks met haar te maken. Maar hij is dan gewoon, hij wil dan iets. Of hij wil iets niet. En dan krijg je dat. Ja. Dus dat vind ik lastig. Dus ik merk dat ik nog wel een beetje onder hoogspanning sta. En ook met veel mensen en zo vind ik nog lastig. Dus ik merk dat ik gewoon nog niet helemaal de oude ben. Ik loop ook bij de fysio voor mijn buikspieren. Ik heb rectus diastase en een navelbreuk overgehouden aan mijn schottige kinderen. Hartstikke bedankt daarvoor. Maar ja, dat hoort er een beetje bij natuurlijk. Tenminste, dat hoort er niet bij. Dat heb ik er nou eenmaal bij gekregen. Die navelbreuk moet sowieso geopereerd worden. Maar dat doen ze natuurlijk pas als je uitgebroed bent.
Dus dat is sowieso een volgende stap. Maar de rectusdiëtisten hoopten we nog een beetje zeg maar op eigen kracht te kunnen terugkrijgen. Maar ik loop nu eigenlijk sinds, nou ja, wat is het? Sinds zij 1,5 maand of zo loop ik bij de fysio. Dus nu al 1,5 maand ongeveer. En mijn buikspieren zijn hartstikke sterk. Maar het stuk van de rectusdiëtisten is gewoon niet aan elkaar te krijgen. En ze zegt van het eerste stuk wel. Maar vanaf die navelbreuk is het eigenlijk gewoon. Ze zegt ja, dat krijgen we gewoon niet voor elkaar. En dat komt gewoon door die navelbreuk. Maakt het gewoon heel lastig om ze naar elkaar toe te krijgen. We hebben nu een laatste redmiddel. Ik zal het even laten zien. Niels noemt mij nu Spider-Man. Want ik heb dus nu plakkers op mijn buik om die spieren naar elkaar te krijgen, maar wil niet erg vlotten. Dus dit is zeg maar de laatste poging om het voor elkaar te krijgen. Je kan het nu niet zien door die plakkers, dus tenminste niet goed zien, maar ik heb eigenlijk een afdakje. Ik heb het al eerder gezegd, ja, ik heb een soort afdakje en daarna loopt mijn buik weer normaal. Nou, dit is het laatste redmiddel, maar de fysio dacht eigenlijk dat het gewoon niet gaat lukken. Dat betekent dat ik meer dan alleen een navelbreukoperatietje moet hebben. Maar dan wordt het een wat groter werk. Vind ik niet zo heel leuk. Maar ik, en dat is zacht uitdrukking, maar ik vind het gewoon heel eng. En ik weet ook niet, ik heb er nog niet heel erg op gegoogeld, zeg maar, wat het ook inhoudt en qua herstel en dat soort dingen. Maar ja, dat zal natuurlijk best wel een ingreep zijn. Maar ja, aan de andere kant denk ik, ik ben nog hartstikke jong. Om nou de rest van mijn leven met een afdakbuik te lopen. Niet zo heel erg leuk. Dus ja, ik ben wel benieuwd hoe dat is. Ook in relatie tot het, mijn lactose-intolerantie, waardoor ik soms opzwel. Maar goed, daar moet ik het dan maar over hebben. Maar dat was dus al een beetje jammer. Het lijkt, ja, dit is dus een laatste poging. Maar als ik het al zo voel, denk ik niet dat dit het gaat worden. Maar goed, beter, ja, niet geschoten altijd, maar is het beter maar gewoon even proberen. Maar dat is wel ontzettend jammer. Als je rectusdiëtisten hebt, ga ook echt naar een fysio. Zorg echt dat je begeleid wordt met je spieropbouw. Want ik denk namelijk dat ik door mijn zwangerschap van Niels is het niet goed geconstateerd. En daardoor heb ik het denk ik erger gemaakt. Omdat ik die spieren dus wel weer ben gaan trainen. Want ik had groen licht gekregen van meerdere mensen overigens. Waardoor je eigenlijk ze, zeg maar, extra verpest. Dus ja, en daarna natuurlijk nog zwangerschap eroverheen. Ik denk niet dat het heel, heel fijn is geweest. Dus laat het checken. Laat het nog 10 keer checken. Want bij mij was het dus echt, ik ben bij de verloskundige geweest. Ik heb bij de sportschool laten checken. En bij iemand van de zwangerschapscursus. En allemaal gaven ze groen licht. Of ze zeiden, nou, het is bijna bij elkaar. Een week of twee. En dan mag je het gewoon gaan doen. Maar pas bij de mesoloog. Die zei nou, ik zei ja, ik vind het zo raar, ik heb nog steeds een afdakje en het is nu al, weet ik veel, hoe lang geleden, lala. En die zei ja, je hebt gewoon rectusdiëtisten. En toen had ik dus al echt al heel erg veel buikspieroefeningen gedaan. Dus, bij twijfel, nog een keer laten checken. Je kunt het vrij makkelijk zelf checken. Ga op je rug liggen, je benen, gewoon plat, beentjes, zo. En maak een crunch. Doe je handen bij je navel. En dan voel je hoeveel ruimte ertussen zit. Nou, bij mij kan je er gewoon 3 vingers tussen doen. Bij het stuk bij mijn navel. Dat betekent dat je buikspieren niet bij elkaar zitten. In principe moet je buikspieren gewoon zo zitten. En voel je, moet je er niet doorheen kunnen. Ik geloof dat als het 1 centimeter is. Als je net een vinger tussen kan doen. Dan gaat het ook wel oké komen. Maar bij mij is het echt wel een stukje meer dan dat. Dus dat is gewoon ontzettend balen. Dus dat is een tip. Verder, ja, is dat het denk ik wel een beetje? Ja, ik ga gewoon hopen dat zo'n operatie een beetje te doen is. En dat ik daar vooral niet al te lang van hoef te herstellen met 2 kinderen. Maar ik ga me daar wel dus in verdiepen. Ik weet ook niet of dat door een gewone chirurg gebeurt of door een plastisch chirurg. Wat voor littekens het inhoudt, überhaupt wat ze gaan doen. Ze had het over je buikspieren aan elkaar rijgen, maar oké. En ik weet dat er een matje tussen mijn navel wordt geplaatst, ja. Ik word er allemaal niet heel gelukkig van. Maar goed, we gaan het doen. Want ja, ik wil nog wel, moet nog een tijdje door met dit lijf. En dan wil ik graag kunnen sporten. Oh ja, dan nog even over de newborn fit mama. Want dat doe ik natuurlijk ook nog steeds. Maar ja, dat sporten is dus lastig. Van, want er zitten best wel veel filmpjes bij waarbij je je buikspieren moet gebruiken. Dus ik doe dat toch vaak via andere dingen. Bijvoorbeeld fitsugar.com vind ik heel fijn voor workouts. En dan volg ik gewoon de prenatal workouts. En zelfs daar mag ik sommige dingen nog niet van doen. Maar goed, dat weet ik dus vanwege de fysio. Maar dat zijn dus een beetje de sporten die ik doe.
En ik zumba 1 keer in de week. Maar ik doe wel mijn best dus om te sporten. En verder let ik op mijn eten. En meer kan ik niet doen. Maar daardoor gaat het afvallen minder snel dan gehoopt. Maar ik krijg wel de laatste paar weken, een week of twee, wel steeds van, oh, je ziet al echt goed uit. En ja, je ziet echt wel verschil. En dus nou, misschien dat wel wat doet. Maar ja, we gaan het zien. Dat is het weer voor deze update. Ben heel benieuwd hoe het met jullie kindjes gaat. Nog weer super bedankt, want ik heb weer heel veel mooie reacties gekregen en tips. Ik kan er zoveel mee. Ik heb het ook allemaal meegenomen naar het consultatiebureau over alles wat er, nou ja, wel en niet mis kan zijn met de kleine meid. En het heeft heel erg geholpen en dat is heel fijn. Het hele verhaal over die arts was trouwens ook heel gek. Daar heb ik volgens mij in de vorige video wat meer over verteld. Maar ja, het is niet dat ik me er 1000% snang bij voel. Maar mijn gevoel zegt wel dat het goed met haar gaat. Dus daar gaan we dan maar op varen. Heb jij nog leuke speeltips voor met de kleine? Laat het vooral weten. Want daar ben ik heel benieuwd naar. En ja, ik wil jullie een hele fijne dag wensen. Oh, heb je trouwens nog tips? Of heb je ervaring met je rectusdiastase laten repareren? Laat het me vooral weten. Want ik ben heel benieuwd. Was het zwaar? Is het een grote ingreep? Is het, ik weet het niet. Let me know. Heb je mega litteken daarna? Ik weet het niet. Let me know. Ben ik heel benieuwd naar. En heel erg bedankt voor het kijken. En heel graag tot snel bij een nieuwe update. Doei!